met parlementariër Patricia Etnel van de NPS spraken wij over een aantal zaken. Zo hebben we het met haar gehad over de kwestie rond de rijstboeren. Verder nog dat van de IDB en het project van het Hogerhuisstraat. Op beide en andere zaken is parlementariër Etnel dan ook ingegaan. U hoort Patricia Etnel, parlementariër. Wanneer we kijken naar de rijstsector, er heel veel was beloofd te doen voor de rijstsector om sowieso ervoor te zorgen dat de rijstboeren echt goed konden verdienen uit die sector. Wanneer we luisteren naar het begrip subsidie, dan beginnen we ons af te vragen van, ja, moet het zo, is subsidie goed? We moeten het eigenlijk verwoorden dat wat we de boeren geven, is wat ze nodig hebben om die sector in, eigenlijk niet levende te houden, maar draaiende te houden. En een van de dingen die we zagen, vooral bij de vorige regeringen, was dat we zoveel wilden doen met de rijstsector, zoveel willen exporteren, maar we komen daar niet toe. En de vraag natuurlijk is, wat heeft deze regering gedaan om ervoor te zorgen dat alles wat er toen was aangegeven, dat we het enigszins zouden veranderen. En jammer genoeg is er heel weinig gedaan om die rijstsector die bloei te geven. En we weten dat de rijstsector potenties heeft in Suriname. En als we die potentie zien, dan moeten we ervoor zorgen dat we het uitbuiten en er wat mee doen. En elke keer zie je dat het lijkt alsof er heel weinig wordt gedaan om die rijstsector die push te geven om echt verder te boeien. Men doet het minimale, niet het maximale. En ik kan in deze dus de rijstboeren begrijpen. En wat ik de rijstboeren wil meegeven is, er zijn allianties. Ze hebben organisaties dan waar ze gebundeld zijn. Laten ze ervoor zorgen dat ze echt gaan nadenken van, hey, hoe moet ik ervoor zorgen dat die overheid die ondersteuning op een juiste manier biedt, zodanig dat wij niet steeds hoeven te bedelen voor die ondersteuning. Dat we nodig hebben, er moet nagedacht worden en die rijstboeren moeten dat voorstel goed op tafel leggen, dat aanbieden aan de politieke partijen, zodat die politieke partijen weten van, wil je iets doen voor de rijstsector, zijn dat de doelen. Niet dat je me steeds komt zeggen van, ja, ik ga ervoor zorgen dat benzine omlaag gaat, ik ga ervoor zorgen dat je subsidie optijdt, ik ga ervoor zorgen dat je machines kan kopen. En wanneer je aan de macht komt, dan doe je die dingen niet. Dan heb je me alleen maar nodig als stemvee. Wanneer ik voor je heb gestemd, dan ben je me totaal vergeten. Ik vind dat de rijstboeren het nu anders moeten aanpakken en niet afhankelijk moeten worden van politieke leiders die ze een heleboel snoep verkopen en ze nooit die snoepjes krijgen wanneer die leiders in of aan de macht zijn of eigenlijk het bestuur bepalen. En wanneer we de minister horen zeggen, mevrouw Etnel, dat 3/4 van de mensen die daar protesteren geen rijstboeren zijn, er zou een scenario worden afgedraaid en dat hij zich daarvoor niet leent. Hoe reageert u dus daarop? Nou, als de minister dat zegt, dan moet de minister met feiten komen. Dan moet hij de gezichten laten zien van wie geen rijstboeren zijn, toch? En de minister moet niet aangeven dat het een scenario is. Dan moet de minister eigenlijk komen van, luister, deze mensen zijn rijstboeren en deze mensen niet. Want als je zegt een scenario, hoe weten wij of jij de waarheid spreekt? Want we hebben daar mensen gezien. Ja, toch? We hebben daar mensen gezien en we weten, Nikeri heeft de benaming ons reisdistrict. Dus als iedereen die daar mee helpt om ervoor te zorgen dat die reissector de bloei en eigenlijk de groei krijgt, wie ben jij als minister om te zeggen dat ze geen reisboeren zijn? Als jij geen bewijs hebt, dan moet je dat niet stellen, dan moet je die gezichten wijzen. En dat dan moet je niet praten. Maar ik vind, waarom laat je die rijstboeren of laat je die mensen vanuit Nikeri op straat komen? Waarom laat je ze protesteren? Waarom zorg je er niet voor dat je doet wat je zegt? Want toch, want dat is het toch. Het is dat de rijstsector is nummer 1. We moeten de rijstsector tot ontwikkeling brengen. Wat is er van geworden? Wat is er van geworden? Dat antwoord moet kan de minister toch zelf geven. Hij is toch minister van LVV. Hij weet precies wat er misgaat en wat niet. Hij weet het toch? Dus wanneer hij dat soort antwoorden geeft, dan vind ik dat de minister niet juist is. En niet is het woordje misleidend. Hij is erger dan misleidend bezig. Want hij weet wat er speelt binnen die sector. En wanneer de rijstboeren nu aangeven, mevrouw Etnel, dat het bedrag welke ze nu zouden krijgen per hectare, 2000 SRD, dat niet accepteren. En met de president of de vicepresident willen praten. Ja, wat vindt u zelf hiervan?
daarom is, net zoals ik het in mijn eerste antwoord heb aangegeven, het is nu tijd dat de rijstboeren anders gaan kijken naar de rijstsector. En niet afhankelijk meer zijn van een politieke partij, dan wel een politieke leider die ze dingen kon beloven. De rijstsector moet boven het politiek systeem staan. Er wordt te veel politiek gedreven met het heel gebeuren binnen onze rijstsector. Er zijn politieke leiders die een heleboel dingen gaan beloven aan de boeren. En wanneer ze daar zitten, hebben ze niets voor die boeren over. Het moet stoppen. En dat is wat ik die rijstboeren wil adviseren. Stop daarmee. Ga jezelf niet laten afhangen van een belofte van een politieke leider. Het moet gedaan zijn daarmee. Komen jullie als rijstboeren met een belangrijke met een oplossingsmodel. Kom met een duidelijk plan dat vanuit de rijstsector komt. Niet vanuit de politieke partijen. En bieden jullie dat aan alle politieke partijen. En eisen van ze dat ze daadwerkelijk daaraan gaan werken. Anders krijgen ze de ondersteuning niet van de rijstboeren. Toch? En laat dat duidelijk zijn. Laat die politieke leiders zeggen, oh, als we kijken naar dit plan, kunnen we het doen door zo en zo en dit en dit. En we gaan dit en dit doen. En dan heb je dan dat het gevolgd wordt en wordt dan gecheckt van, oké, doen jullie dat? Want jullie hebben dat aangegeven. Gaan jullie het doen? En dan pas gaan we mee. Want dat is het. Want het probleem dat we hebben is dat binnen te veel sectoren politieke leiders gaan en dingen beloven aan de mensen voor de verkiezingen. En wanneer ze eenmaal de zetels of de stemmen hebben, doen ze niets meer voor de mensen. En dan krijg je de problemen. Toch, dus ik kan de rijstboeren begrijpen, maar ik wil de rijstboeren dit adviseren om daarmee niet meer door te gaan. Want eigenlijk, je wordt dan teleurgesteld van alles wat je krijgt, want dat is niet de bedoeling. En dan kan ik het wel begrijpen van, hé, het moet anders. Want dan hoor je ook vaak dat politieke leiders ook komen en een heleboel andere dingen zeggen. Van ja, die rijstboeren hebben grote machines thuis, maar ze werken niet. Ze hebben dit, ze willen dit, maar ze doen niet. Ze gaan niet naar de rijstvelden. Dan krijg je een soort johari, een troeze tussen de leiders, de politieke leiders en de rijstboeren. Het moet stoppen. Het moet stoppen. Het moet anders gebeuren. Willen we de rijstsector ontwikkelen, gaan we ons serieus moeten buigen over de vraagstukken. Serieus moeten komen met plannen en met oplossingen. En serieus moeten komen met zaken die we willen realiseren. En niet steeds een verhaal vertellen. Enkel omdat we willen dat we zetels krijgen en stemmen krijgen. Dat moet gedaan zijn. Het moet een hele andere tijd zijn. En van de rijstboeren, mevrouw Etnel, gaan we naar wat IDB mogelijk geconstateerd zou hebben. Een kink in de kabel bij het van het Hogerhuisstraat project. Belangrijke informatie zou op straat liggen. En de minister hebben we bij de Raad van Ministers, voorafgaand aan de Raad van Ministers vergadering horen zeggen dat ook de duivel daarin een vinger zou hebben. Kijk, alleen een duivel kan een andere duivel zien. Toch? Ik kan het niet anders zeggen, want als je een goddelijk persoon bent, zie je alleen het goddelijke in anderen. Je ziet de duivel niet in anderen. En als je de duivel ziet, dan probeer je hem te vertrappen en je noemt de naam niet eens. Dus ik vind het heel raar dat de minister dat zegt. En ik vind dat, ja, ik weet het niet, deze minister van Openbare Werken zegt de meest raarste dingen. Vanaf hij is komen aantreden, vind ik dat deze minister uitspraken heeft gedaan waarvan we echt wel zeggen van, kan dat wel? Kan die man dat wel stellen? Kan hij het wel zeggen? Want elke keer dat soort uitspraken doen en elke keer dat soort beledigingen uiten naar die samenleving toe, is niet gezond. Het kan niet. Het kan niet. Maar ja, het is geaccepteerd door de regering, toch? En deze door de president, want de president benoemt en ontslaat de ministers. Dus ja, hij moet ermee dealen. En ik zeg het, als de VHP Een deel van hun zetel zelf kwijtraken, is het dankzij deze minister hoor. Want echt, die man zegt dingen die helemaal niet door de beugel kunnen. Echt waar. Je gaat toch niet zeggen, er is een duivel die dingen aanstuurt. Wat? Hoe? Als we zien wat de IDB in zijn rapport schrijft. We horen, je moet een heraanbesteding doen. Wat is dat? Dat betekent dat je aanbesteding die je hebt gedaan, iets compleet fout is gegaan. Anders had de IDB toch die uitspraak niet gedaan. Dus hoe wil je dat mensen het vraagstuk van integriteit niet aangeven? En weet je, wij waren in de oppositie. Toch? NPS was in de oppositie. Samen met de VHP, samen met de ABOP NPL. Toen de case speelde van AZP en de Islamic Bank. Wij waren degene
Die zeiden van ja, de minister moet opstappen. Is diefstal, is oplichting, is corruptie. Dat hebben wij toen ook aangegeven. Toch? En ook diezelfde meneer Noor Mohammed was ook zo van hey, de minister moet opstappen, dat is corruptie, dat kan niet. En wanneer het bij jou speelt, dan kom je met een heel verhaal, dan kom je dingen verbloemen en bedekken en een heleboel rookgordijnen creëren. Waarmee zijn we bezig? We zijn bezig het volk te belazeren. We zijn bezig het volk voor de gek te houden, want wanneer we in de oppositie zijn, dan hebben we een andere taal. En wanneer we in de coalitie zijn, dan willen we dingen die niet goed gaan, gewoon recht praten. Wat krom is, is krom. Je kan het niet meer recht spreken. Als het niet goed is, is het niet goed. Dan moet je dingen op je nemen, je blame op je nemen en aangeven van, hé, er zijn fouten gemaakt, klaar, punt uit. Maar je gaat niet komen met een heel verhaal om dingen recht te spreken. Het is niet goed voor die samenleving. Hoe voeden wij die samenleving zo op? En dan wanneer je straks in die oppositie bent, dan ga jij weer degene zijn die gaat willen gillen wanneer dingen fout zijn. Minister moet opgesloten worden. Dit is corruptie. Dit is dat. Ga je in interviews dat vertellen? Nee, hoe hypocriet moeten we zijn? Dit kan toch niet? Het is niet goed voor die samenleving. Echt waar, het is niet goed. Daarom heb ik het ook gesteld in een bericht van me die ik op mijn page heb geschreven. Ik hoop dat we na 25 mei 2025 leiders krijgen en geen kwakzalvers. Het moet gedaan zijn met kwakzalvers. We moeten leiders krijgen, want dat is wat we nodig hebben. Wat zou in deze case het best gedaan moeten worden? Wel, als je mij vraagt, zouden er consequenties verbonden moeten worden aan het handelen? Want het gaat om een heel groot bedrag. En als er informatie uitlegt en dingen niet goed zijn gegaan, en de IDB moet inspringen, dan moet, wie moet ervoor opdraaien? Wie moet ervoor opdraaien? Toch? En dan gaat het niet erom dat we in de oppositie zitten, dus dat. Als de minister zaken niet goed heeft aangepakt, dan moet er consequenties verbonden worden aan de minister. Als het iemand anders is, dan moet dat gebeuren. Maar er moet duidelijkheid komen, maar zo te zien. Ja, krijgen we weer, omdat we in de coalitie zitten, dan zijn we heiliger. Dan gaan we dingen met een mantel der liefde bedekken. Ook al gaat het krom en scheef. Nou, aboem, aboem, aboem. Nou, zijn we beter? Zijn ze beter? Nee toch? Dan hoeven ze niet te praten over de vorige regering, want dan zijn ze even erg als de vorige regering. Maar internationaal, want IDB is geen kleine boy. Nou kijk, IDB heeft dit soort dingen geloof ik vaker met Suriname meegemaakt, maar ze hadden niet gedacht dat ze het met deze regering zouden meemaken. En dat is het ergste. Ze hadden het niet gedacht. En ze maken het mee. Dus dat wil zeggen, men denkt internationaal is allemaal één pot nat. Toch? En dat kan toch niet? Wanneer gaan we het verschil uitmaken? En daarom hoop ik van jullie dat de NPS'ers dit zien en wij moeten het verschil uitmaken. We moeten het beter doen. Echt waar, als we de mogelijkheid krijgen om het voor het volk te bepalen, moeten we het beter doen. Deze dingen moeten we absoluut niet accepteren en we moeten niet meewerken aan deze dingen. Toch? Als het niet goed is, is het niet goed. Als er aanbestedingen gedaan moeten worden, laat het goed verlopen. En laat het niet zo zijn dat we dingen gaan doen voor zit trouwen kong, van eeuwen zit je kong, want we vinden wat money. Als dat niet wakker zo. Het werkt niet zo. En zo zien we dat er veel fout gaan, want dit zit smakong. Toch, kom, breng jouw aanbesteding en doe dit onder tafra dat we zit dat deal. Het moet stoppen met dat soort dingen. Toch, laten we ervoor zorgen dat we clean zijn naar die samenleving toe. Want aan de money voor de wansman, aan de money van volk. Het zijn nu hard betaalde belastingcenten, of het nou direct of indirect is, zij betalen ervoor. Het is geen geld van niemand, het is geen geld van geen enkele regeringsleider, geen enkele politieke functionaris, het is geld van het volk. Zij betalen hun harde belastingen, laten we er goed mee omgaan. U praat over clean, mevrouw Etnel, maar Sawishi de afgelopen periode, er wordt flink met vuil gesminkt naar elkaar toe, de verschillende politieke partijen, oude koeien worden uit de sloot gehaald. Dus dat de manier van campagnevoering is in feite weer om elkaar te bekladden. Dus kijk, dat is eigenlijk het systeem. En je mag zoveel zeggen, hoor, men gaat gewoon niet naar je luisteren. Want kijk, als men niets te vinden heeft, gaat men dingen gaan zoeken. Toch? Dat is wat men doet. Men gaat dingen gaan zoeken alleen om met vuil te smijten. Ik denk dat ze het gezellig vinden om het te doen.
toch van één, Samika vindt vertrouwen, Samika vindt van die zin. En men kijkt niet naar de beleidsvraagstukken. Men kijkt niet naar de ontwikkelingsrichting van het land. Men kijkt niet van, hé, hoe moeten we het land verder brengen? Hoe moeten we het land verder ontwikkelen? Men gaat alleen maar kijken van, hé, hebben we weer een superkeer? Hebben we weer een Japon boom, een broek boom, een kleur van de city? Van die zin, weet je, het is niet goed voor het land. Toch, we gaan niks bereiken als we steeds elkaar zitten te bekladden, terwijl we moeten kijken naar de ontwikkelingsvraagstukken van het land en waar we het land naartoe moeten brengen. Suriname heeft al genoeg problemen. We hoeven niet te weten wat jouw problemen zijn als politieke functionaris en hoe we elkaar gaan zitten uit de kamer van Eva Mokira, die van Mokira dat die, terwijl Akondre moest gaan visie. Ote wat denk je voor zet Akondre boom. Want dat is wat we nodig hebben en daar hebben we leiders nodig die daarover kunnen discussiëren en daarover kunnen praten om met gerichte plannen te komen en niet met loze beloftes die ze na hun verkiezingswinst niet kunnen realiseren.